I won't walk on the cases forward, but it feels really good. Even goed diep ademhalen, gewoon pak je in, uit en zo. Yeah, an insecure Jeff with pressure is a good Jeff. Ik voel me bijna flauw of zo van de spanning. Remember, you're not only representing yourself, you're representing your country, representing us and the sport. And you've got an opportunity of a lifetime that not many people have. Jeffrey heeft natuurlijk het voordeel dat hij en heel sterk is en hard, dus hard kan starten. En dan ook nog lang door kan gaan. And this is probably the only time in your life, other than your wedding speech, where everyone wants you to win. Everyone. Er is nu echt nooit iemand beter geweest dan mij op de kilometer. We kopen niet aan de deur. Hallo, wilt u een staat voor mij liggen? Sanne heeft een nieuw kleedje. Oh, één rectificatie. Het is heel zacht. Hey, Bill. De mond is nog op. Maar nu? Nou, gaan we zo koffie pakken. Het is wel heel vroeg voor jou, denk ik. Of niet, of je koffie in te pakken. Ben je een last minute man? Ik vind het ook fijn om... Heel gek voor alle dagen. Om helemaal naakt te zijn. Vind ik heel fijn, helemaal naakt. Nee. Oké. Okay. Nee, het is fijn om zeg maar, de volgende dag als je reist, je kleding die je aan gaat doen, klaar te hebben liggen en alles wat mee moet, erin te hebben en niks meer aan te hebben wat potentieel nog mee moet, zeg maar. Ja? Nog steeds wat in mijn mond natuurlijk. This is where Snorlax sleeps. Het is wel makkelijk, het is gewoon... Nou, het ligt al klaar. Dit. Dus er gebeurt ineens altijd zo. Dan kom ik op de slaapkamer en dan ligt het zo klaar. Ja, maar ik mag dus niet zeggen dat Sanne dit allemaal heeft klaargelegd. Oké, okay. Dit heb jij allemaal gedaan. Ja. Ik begin eigenlijk altijd met mijn onderbroeken. Totaal. Hoeveel dagen gaan we eigenlijk totaal? Gewoon onderbroeken tekort. Sanne? De reis gaat niet door, jongens. Sanne, we gaan niet. We gaan niet, ik heb onderbroek tekort. Nou, alles wat ik nodig heb voor het fietsen zit erin. Laat me nou maar even mijn rug. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Het is gelukt zo te zien. Ja. Het is vroeg. Oh, het is de volgende dag, dat moet ik ook nog zeggen. Kwart voor zes, wekker ging, dag van vertrek. Toen al spannend, maar ik werd wel heel fris wakker. Eigenlijk heel enthousiast, want we gaan naar Mexico. Yeah. Geen bijna zingen, we gaan naar Mexico. Oh. Hey. Hallo. Hallo. Ja, zeker. Zeker. Toch mooi, in de edit was het incheck heel snel. Hallo. Ja, top dan. Sowieso elke vliegtuigstoel. Vliegen, eerst nog even slapen, omdat ik in de nacht natuurlijk iets te kort had geslapen. In Mexico was het nog donker. Welcome, yeah, it was good knowing you, having a good trip. Hello, welcome to Aguas Calientes. It means hot water. Hot water? It does, yeah. Really? Aguas and Calientes. Daar kom je nu achter. Like and subscribe here. Like and subscribe. Dit is weer business class, hè? Business class. Oh. Oh. 16 hours later. Wilt rusten. Goedjes. Zo, dat is snel, hè? Zo, opeens is het de volgende dag. Ja, ik ben snel. Sanne, je hebt de pas, hè? Let's go, met de baan, die ligt daar. Ja, dat hebben we net gezien. Zie je? Ja, ja, ja. Is daar. Dat bolletje. Bolletje.
bolletje. Bolletje, kilo bolletje. Zo cool. Wat ga je doen, Jeff en Leder? Helemaal niks nog. Lekker spelen, lekker een beetje de situatie bekijken. Ja, alles een beetje aankijken en een beetje rondfietsen eerst. De eerste dag was echt gewoon letterlijk een beetje fietsen met hoe het voelde. Een beetje de reis eruit fietsen. Ready for liftoff. Oh, hij rijdt ervoor. Ik ga niet lopen. Als ik gereden word, moet er ook voor gereden worden. Ja, we moeten al met de deur open rijden, want dan kan het niet passen. Dus. Thank you. Can we see it? Can we go in? Yes. Zo, er zit een beetje een rauwe look op het logo, wat vet. Ja, alleen het magistraal ervan is dat mijn eigen boarding aangekleed werd en dat ik daar allemaal de banners te zien kreeg van de JH World Record Attempt. Dat wat wel echt een super coole beleving is. Dat hele wielenbaan is ingericht voor jou. Oh, je bent alleen. Dus dat was een mooie indruk inderdaad. Het aankomen na 10 jaar weer op de locatie. Nog enigszins weten hoe het was en dat het dan ook exact er zo bij lag. Ja. Na 10 jaar is misschien ook wel grappig. Het is echt cool. Het is toch bizar, dus allemaal gewoon die mensen allemaal voor jou trekken. Dit is toch mooi. Ik hou daarvan hoor, mensen voor me aan het werk. Hij is zo normaal. Ik weet niet of je dat publiekelijk moet zeggen, maar ik vind het helemaal leuk. Ik ben er wat af en toe rustig, maar ik vind het echt heel vet. En toen begon eigenlijk voor mij de voorbereiding. Nieuw hè? Dit is een special moment. Het is een very special moment. Up! You still have to pedal. Yeah. Where's that? He's a good velo driver to shout it. Yeah. Up! Yeah, see, it's very good. That was actually quite funny because I didn't do a lot, and then I was bouncing on my seat. I was like, oh, it's sort of fast already without doing anything. Vertel eens, wat heb je allemaal gedaan? Fiets opgebouwd, uitgepakt, de rollen in elkaar gezet. En nou fiets je er gewoon. Ja hoor, zo gaat dat. Ja hoor. Ja, alles ontspannen natuurlijk. Als sprint presteer je uit de frisheid, dus ik hoef echt bijna niks meer te doen hier. Ja, je finished daar. Ja, dan kunnen ze verder. Tillen. De finish nou. Juist ook omdat het op hoogte is, zou je dus slechter herstellen. Dus we wilden ook echt geen efforts doen waarbij je te diep moest. En dan zo, kun je ook andersom naar mij te draaien? Yes! Maar het is zo. Ja. Maar dat gaat raar. Dus. Kijk. Hier komt je naam. Ah. Maar dan moeten ze het hele ding opnieuw maken. Maar bij aankomst dan, elke ochtend en na elke sessie op de baan bij de fysio geweest. Die heeft me dan voornamelijk soort van doorbewogen. Dus een soort actieve stretch, voornamelijk rondom heup en ruggebied bij mij. Wat bij mij een probleemgebied is als dat vast gaat zitten. Daarbij s'avonds massages, spieren losmaken. Ja, nog van vliegen. Ben je nog een diepte interview? Ja, ik heb... hallo. Zo mooi hier doorheen, zo. Hallo. Hallo. Hoe voelt u zich? Ja, prima. Hoe was de baan? Mooi. Helemaal in stijl, hè? In Jeff-stijl. Ja, dat is wel cool. En daarna heb ik allerlei andere verzorging nodig, behalve lichamelijk. In principe als ik me goed voel, als ik geen acute problemen of als ik geen gekke spierspanning of wat dan ook heb. Dus dat is het ook eigenlijk, als ik die voorinspanning heb gedaan, dat is de vorm die ik heb en daar ga ik het ook mee doen. En daar voel ik me dan meestal ook heel prettig bij. En dan hoef ik ook alleen nog maar een soort van te slapen en zo hou ik ook rust voor mezelf aan. Ja. Want ik hoef alleen nog maar te slapen nu. Maar wat ga je morgen doen voor training? Ga ik nog eens spreken met Maddie. Oh, oké. Niet veel, denk ik. Nee, alles ontspannen nog, hè.
Hey, this is my mix website. Website? Oh, wow, yeah. Seguido de ellos, la categoría Elite. Nice to meet you, my name is Ibrahim. Does it work? It works, but not enough that I'm confident with. So we need to get a bolt to click this into the machine. It's not a joke. Okay. De stapmachine van de wielerbaan. En die miste een soort schroefje in die bek die het frame vasthoudt en die open en dicht gaat. Maar hij ging dus wel dicht. Maar hij miste dus het schroefje om dat scharnier zo van naar achter te trekken, yeah, dat die bek ook open ging. So so when he comes through the start, put it backwards, it's supposed to open up. Yeah. But the bolt is missing. And same with the other one. It's easy to get. Well, Tim's going to Bolt World right now. It's called Bolt World. It's 800 meters away. It's closed tomorrow, so hopefully we can fix it. I was helemaal bang van dat het dan weerstand gaf en dat het niet open ging. En ik zei, nou, het zal wel. So this is the problem. Come here. You can sleep now. So it's closed. Yeah. And that's open. Oh. Yeah. Oh. And it has to go like. It's going. I thought maybe Rollstar is out of the machine two times, and okay, then one from the blue. Should I do a jumpy as well? Do a jumpy because you're doing flying 100. Ja, en Tim is nu een schroefje halen, de mechanieken, en die doet ze en dan is het helemaal goed. En toen deden daar stads uit en toen s'avonds hoorden van, oh, dat was ook nog niet de goede stapmachine. 3, 2, 1. Did it work? Yeah, yeah. Aww. That was way better than I thought it would be. You're happy now? Yeah. Or a bit you less more stressed here. Yeah, that's it. Hey, machine! Power wheelie, motherfucker! Yeah, this is really funny because I didn't expect it to be this light or something. It works. Happy Maddie. I'm very happy. Yeah. Happier. Every day is a new challenge. Yeah. Ja, iedereen was zo on point, wil ik zeggen, zo. Dank u. 1 team meter. Ja, zo ermee. Iedereen was gewoon echt professioneel met mijn poging bezig in principe. En dat heeft mij heel veel ontspanning gegeven. Ja. So my brain completely tricked me. As in you thought it was gonna be hard? I was like, start machine, I was like hard, and I was like, first stroke gone. I was like, I think it came out smoothly though. Yeah. I won't walk on the cases forward, but it feels really good. Walk on the cases. The cases forward. Overpak ging wel goed, was ik heel bang voor. Maar het was gewoon te licht verzet. 60-14, als ik kwam die bocht door en was het. Daardoor had ik ook niet echt controle in de bocht. En als ik zwaarder zit, veel mooier. Ja, je bent geen augmented tape koning. Nee. Nu het grootste blad erop dat we hebben. De 70. En dit heet het verzet. Ja, het verzet is zeg maar tandwiel. Voor en achter bij elkaar. Ja. Dus je hebt voor een hele grote, achter een heel kleintje. Zo'n grote die voor is. In verhouding met het achtertandje hoe groter het verzet is. En hij rijdt nu, omdat hij dus hier op hoogte zit, rijdt hij nu een groter verzet dan normaal. Nou, alle grootte die er is. Nou, dat is de grootste die we hebben. Maar goed, als hij nu de zwaarder wil, kunnen we ook hiervoor een kleinere opzetten. En naar achteren ook een kleinere bijvoorbeeld. En normaal gebruikt hij niet zo'n grote als. Normaal heeft hij deze. Normaal is hij iets kleiner. Oh ja. Het lijkt niet veel, maar het is wel veel. Ja, dit is best wel veel hoor. Ja. Is dit verzet nu wel, denk ik wel, 5-6% groter? Oh, dat is wel wat. Dan wat hij zeg maar normaal, of dan wat hij op het WK reed. Hij reed met deze op het WK. Okay. En nu rijdt hij nog een ding. Ja. Ja.
Het zit nog mooi ook. Moet ik nu wisselen of? Nee, doe nog een paar jumpy. En dan wisselen. Three rows, oh, I wanted to do the jump. Because I did 2 starts and I. Je hebt wel hele sterke benen nodig om hiermee weg te kunnen. Ja, maar dat is dus grappig, want eigenlijk is dit al heel groot. Ja. Dus er zijn eigenlijk al niet heel veel renners die zeg maar met dit verzet, dus met de tandwiel en een 15 achter, zeg maar gewoon een staande ronde kunnen rijden. Nee. Dan moet je gewoon echt zo sterk. Hij is gewoon zo sterk. Ja. Jeffrey heeft natuurlijk het voordeel dat hij en heel sterk is en hard kan starten. En dan ook nog lang door kan rijden. Ja. Want normaal gezien, dan moet iemand eigenlijk een kleine voortandwiel erop zetten. Om de eerste ronde goed af te leggen. Maar dan heb je eigenlijk, als je op snelheid bent, heb je nadeel van je. Ja, precies. Het eigenlijk te kleine verzet. Ja. Hauling ass. Bij normaal gezien, als ze dus zeg maar, als ze de 10 sprint rijden of zo bijvoorbeeld, als ze met z'n drieën rijden, hebben ze gewoon een normaal stuur erop. Wat eigenlijk gewoon best wel lijkt op een stuur wat je op een racefiets hebt zitten. En dit is een tijdritstuur waar je in kan liggen, waardoor je dus je frontale oppervlakte veel kleiner maakt. Want normaal zit je echt zo op de fiets en nu kan je gewoon zo fietsen. Dus heb je veel kleiner frontale oppervlakte. Minute you're happier. Yeah, it's kind of a thing. Yeah. Every minute that passes, I get happier and happier. You came in and you were like a bit stressed, but now. Yeah, I'm getting happier. Yeah. When you see him ride like that, yeah, it's good. It's hard not to get happy. So light. 40 kilometers going to be fun because even after this, you're out of breath. I'm happy. Okay. Happy. Allow me to take your bike for you. Yes, thank you. Miss Hoagland. Jeff in the wild. Ooh. Hij mag uit zijn kamer. Jeff in the wild. Wow. Jeff is wild. Wat een wilde jongen. De kijkers willen natuurlijk weten waarom we deze wandeling maken. Ja, waarom maken we deze wandeling? Nou, het is heel goed om de hele dag op bed te liggen en te rusten. Maar voordat je gaat trainen of de kilometer gaat doen, moet je natuurlijk wel even wat energie hebben, een beetje wakker worden, zonlicht binnenkrijgen, zodat je kan knallen. En dus we gaan even een koffie halen. Dat is ook belangrijk. Really Mexicano. Hey man, lijkt wel een beetje op. Ja. Zo, dit ben ik na de kilometer. Ja, wel echt. Wel met bloemetjes hopelijk, dat gaat. Dat ik het haal. Maar fleurig. Maar dood. Jeff is weg, want er staat een motor. Welkom, hier zijn we dan de dag voor, D-Day. Het is heel spannend, ik heb kriebels in mijn buik. Ja, jij hebt kriebels in zijn buik, nou wordt het mooi. Dus laat staan, want jij hebt kriebels in zijn buik heeft. Ja. En Jurgen, hoe kan jij bijdragen? Zorgen dat jij topfit bent. Okay. Ja, dat ben je al, dus dat scheelt. En dan blazen, als ik en heel hard blazen. Ja. Ja. Ja, als je afvraagt of de beelden zo slecht zijn, ik ben het. Oké, maar doe eens iets pakkends. Iets dat er. Iets pakkends. Ja, echt wat er echt in komt in deze video als ik van. Zeg iets. Iets. Nee. De wedstrijd. Nou, we gaan vandaag de laatste voorbereidingen doen. Althans, de heer Jeffrey Holkant. Het gaat om mij. Het gaat allemaal natuurlijk om Jeffrey. En ja, op ons staat weinig druk. Als ik Robert wel zeg. Ik zou straks voor een lagere druk. Jurgen zorgt ervoor dat zijn benen blijven ademen. Ja. En ik zorg ervoor dat er voorzien is ook. En ik ondersteun mijn nodig. Dus oké. Okay. Nou, dat is straks op de baan. Oude wet. Oh, wacht. Ja, nou ja, ik zeg net een boel. Ik had het in de So what we're going to do the first 2 starts, we're going to put the gate up and you're going to load the bike up and then let Jeffrey come. So when Jeff's pretty much on the bike or just about to enter the bike, I'll tell him to stop and then we'll do the start like that. Cool.
Yeah. Great stuff. Oh, sorry. Six stories. Motivational quote. Yeah, give us something. Winners make it happen, losers let it happen. Ooh. Voorspanning is wel eventjes de langere afstand, even jezelf pijn doen, even een keer het diep gaan wel. Je lichaam even weer wakker is ofzo? Ja, even je lichaam wakker laten schrikken en je denkt, wow, wat gebeurt hier nou? En dan heb ik gewoon gezegd, nou, morgen gaan we heel wat fietsen. Jeff is heel nieuwsgierig naar wat hij gaat doen vandaag op die grote plaat van hem. Dus, hij doet nu eigenlijk het meest van alles voor de kilometer om even zijn benen wakker te schudden en zijn lichaam te prepareren voor wat komen gaat. Dus dit is wel spannend. Ja, ja, dus op zich, hij heeft nog nooit zo'n grote set gereden op een kilometer omdat hij op hoogte zit. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat gaat. Ja, maar daar heeft hij nog geen voordeel van, eigenlijk, van dat op hoogte zitten. Dat is pas vanaf een bepaald aantal kilometer per uur. Dus dat wordt echt leuk. Dat is gewoon rammen en dat is gewoon zijn eigen kunnen die hij aan moet spreken. And 6.90. Yeah, and I think it can go faster tomorrow, so. But you said in the first part of the video, you said he's getting insecure when you're believing the most in him and vice versa. So what part are we now? The transition period. Yeah? Yeah. Who's where? We're kind of the same level right now. Oh, that's good. Yeah. And tomorrow? How is he when he's on the game day? He's fine until he realizes that he's wearing a rainbow jersey and all the pressure's on him. Mm-hmm. But that's when he enters the arena. But that's when he's at his best. Okay. He has to be insecure to be. Yeah, an insecure Jeff with pressure is a good Jeff. Okay. Wat gaat er allemaal door je hoofd? Ja, zorgen maken. Volgens mij is het toch wel een hele tijd afvragen van gaat het goed komen? Gaat het wel lukken? Ben ik echt goed genoeg? Voelt het goed? Wat nou straks dit? Of hoe had zo het kunnen? Echt de vragen aan alle. Het zit voornamelijk vragen in je hoofd. Is to go for it, and that's something I want to talk to you about, which is to share a little story. Whenever I get a piece of paper and it's the start list and it's not a Dutch person at the top, it does annoy me for about a split second. So it's all good having all these world titles, but the world record is where the standard is always at, and it's always on a start sheet and the results sheet, the world record holder. And you've got so many world titles, but I don't want it to be just another rider who's got many world titles. You can make history, not only for yourself, but for your country and for the sport. And that includes a legacy, where you can be the best kilo rider ever. Wie heb je geslapen met z'n vallen? Ik denk dat ik het heel erg voor mezelf ook downgrade tot het moment toe, zeg maar. Dus ik probeer het ook bewust een beetje klein te houden in mijn hoofd, om de druk wat kleiner te houden, totdat
dat ik volgens mij aan het ontbijt zat en dan begon ik al nerveus te worden en dan word ik nog weer wat prateriger, actiever. Maar dat weet ik ook van mezelf, als ik dus wat drukker word en zo, dat eigenlijk goed zit. Ja. Even 50. Wat wordt het, jongens? Going serious now, like, I believe in you, Dilla sure as hell believes in you, and all of us all believe in you, or else we wouldn't be here. And we're not the only people who believe in you. The amount of messages I've got just saying, I just can't wait to see where he's going, and this is probably the only time in your life, other than your wedding speech, where everyone wants you to win. Everyone. So when you go up there, you're not any representative. Even the former record holder. Especially the former record holder. Yeah, he texted me as well. Yeah. So everyone wants you to win. What a time to be alive. Right. Maddie's ready? I'm born ready. Op het moment dat we naar de baan gaan, word ik even weer wat rustiger. Is weer het besef van, ja goed, ik hoef nu alleen maar mijn warming-up schema af te ronden. En dan mag ik straks knallen. And when you're up on the start line, remember, you're not only representing yourself, you're representing your country, representing us, and the sport. And you've got an opportunity of a lifetime that not many people have to cement your place in history. Amen. Amen, bro. Right, there we go. Zodra ik de laatste de starts van de warming-up heb gedaan, is het een half uur wachten ongeveer tot de start. Ja, dan wordt het echt nerveus. Dan word je heel zenuwachtig. Dat is ook een beetje onder je. Ja, dan ja, zoals nu had ik dan ook muziek in en probeerde ik echt in die focus te komen. 3, 2, 1, dat ik naar boven fietste de ramp op en alles begon tintelen en te bibberen en je voelde aan alles dat er weer een gigantische prestatie geleverd moet worden. Ik heb dat eigenlijk alle wedstrijden die ik start, dan krijg ik een zieke zo'n tinteling en soms heb ik dan ineens geen gevoel meer in mijn buik alsof mijn buik er niet is. Stadklok, dat ik echt dacht van, ik val bijna flauw of zo van de spanning. Die 5 seconden na 2, daarvoor moest ik gaan timen, dus toen was poep die gedachte weer uit mijn hoofd. En ja, toen ik uit de machine knalde. Goede slagen op een best wel groot verzet en die eerste 65 meter heb je nog niet echt profijt van die luchtweerstand, dus dat verzet is ook echt heel groot. Dat moet ik echt wel op gang brengen. Toen voelde ik ook dat het cadans goed was, dacht ik, oh, het verzet is op snelheid, ik lig goed. Gewoon goed lijnen rijden, dus strak maken die kilo. Dat was een beetje mijn gedachte. Bel! Ben je er niet een bel? Eigenlijk
einde ronde 3 weet ik nog wel dat ik dacht van even goed diep ademhalen. Gewoon een paar keer in, uit en zo. Maar ja, toen ik dat aan het doen was, had ik het heel rechte stuk alweer gehad en dook alweer de bocht in. Kom aan! En toen had ik zo'n besef van, shit, die ademhaling heeft niet genoeg gedaan. Ik ben echt nog steeds kapot. Ben je blij dat je de kracht eraf mag halen, je das mag laten en dan rol je er heel erg buiten adem. Dus, ja. Toen keek ik zelf ook nog op het bord en dacht ik, oh, het is in ieder geval, ik zie geen 56 staan. Ik wist niet wat er nog wel stond, maar ik zag geen 56 staan. De tweede ronde had ik nog iets meer tijd om te kijken en nog, ja, Maddie te zien en de mensen op de tribune. Ja, er kwam een zieke vreugde uit met een gigantische schreeuw eigenlijk van opluchting. En daarna had ik er meteen spijt van. Ik was van de schreeuw alweer helemaal buiten adem. Hey, nog eentje! Eigenlijk alles wat ik ook voor de tijd al grapte, van ik doe al die kilo, dan zie ik daarna wel hoe ik eraf kom en of ik het overleef. Sanne! God, nog wel spanning allemaal. You look like you want to look like any other athlete. Congrats, man. Heb je hart nog mee, Tom? Oh, dat is echt niet goed. Man. Don't worry, didn't see it. Ik wist niet of ik flauw ging vallen en alles kwam ook in fases. Dan knalde me mijn hoofd, dan werd ik heel misselijk. Toen kwam de pijn en het besef of zo van, of de focus naar mijn benen, die deden gigantisch pijn. Ik weet nog wel de gedachte in mijn hoofd van, het is wel grappig als ik onder de tijd ga zitten. Ja, dat was een ik dacht meer van, ik ben kapot, dit is mijn tijd. Veel plezier, dan ben je zo, maar was het op dat moment. Maar... Ik fleurde op een gegeven moment weer best grap op. Ja. Maar het klapte ook daarna ook alweer even weer terug in. Dus. Ja, maar als je even. Dat is Stefan. En nu? 5-5-4-3-3. Is dit? Impressive. 2 world records for the price of 1. Is official 500 meter. Ja, yeah, really. Je hebt helemaal het idee, hoog en je vliegt gewoon de zaal naar 200. Moet toch trappen. Naar 200 en dit is goed fijn. Gezien hun opluchting zag ik ook dat ik niet de enige was onder hoge druk. We hadden allemaal baat bij eigenlijk het wereldrecord. Ja. Waar we allemaal in geloofden en dat heeft hem ook waargemaakt. Ik hoop dat ik... eigenlijk alle mensen, maar vooral de partners en sponsoren die voornamelijk echt in me geloofden en hier aan bijdroegen. Ik hoop dat ik die een fantastisch record heb gegeven en dat die net zo trots als mij erop zijn. Het is best heftig. Maar dat is echt vet om de reacties te zien en zo. En echt wel eigenlijk wel hartverwarmend hoe het is geleefd en hoe mensen mee hebben geleefd. En echt zo'n droom van mij zoveel teweeg brengt bij andere mensen. But I got that 1 kilometer world record and even a 500 record world record within the 1 kilometer. So yeah, thanks everybody for watching. It was amazing. See ya, bye bye. Mijn hele carrière op de wielerbaan heeft dit kilometerrecord gestaan. Mijn baancarrière is nu net iets meer dan 10 jaar. Maar ik was dus aan het begin van mijn carrière toen die gereden werd. Toen was ik ook hier aanwezig. En heel mijn carrière heb ik dat wereldrecord eigenlijk zien staan. En werd ik ook nog eens gigantisch goed op de kilometer. Dus tuurlijk zat altijd in mijn hoofd van, goh, maar als ik ooit naar hoogte ga, dan rijd ik misschien een wereldrecord. Dus het was heel vet dat ik dan daar even de samenvatting mocht doen van, het was dit zaadje, het idee.
En uiteindelijk, nu richt hij dit record met de overtuiging van Maddie van... We moeten wat speciaals doen. Jij verdient dit. Dat waren zijn woorden. En ik vind dat jij dit wereldrecord kan aanvallen en dat je daar de beste in bent. En je moet het eigenlijk bijna doen. En daar ben ik net zo hard in gaan geloven. Ik wist ook dat ik dat kon doen. Alleen, ik kon dat inderdaad niet alleen. Dus het begon al met de steun van de mensen om me heen. En as he went past, I was like, he didn't get any of that. He was like... Nobody was waiting for me. Ja, zo spontaan. Ja. Nou, jij was blijkbaar ook heel spontaan. Maar je hebt paniek in je hoofd. Als zo'n vis wijst of schreeuwt. Je was ook echt boos daarna. Maar jullie willen bel? Gratis bier! En Maddie daarna, toen jij langskwam. 5-5-4. En Jeffrey gewoon zo. Ik know, I genuinely was like, before I saw your eyes, I was like, he got it. En dan look back and you're like, oh, ik stond er mentaal wat moeilijker voor eigenlijk om weer maar de sleur van de Olympische Spelen aan te gaan. Dan zou ik weer hetzelfde doen. Daar leek ik niet zo gebrand op en niet zo voor te paaien eigenlijk. Het leek haast alsof ik maar de weg naar Parijs gewoon een beetje ging bewandelen op de manier hoe ik het daarvoor deed. En gelukkig heeft Maddie wel echt dat idee doorgepusht. Het is ongelooflijk mooi geweest om dus uiteindelijk te beslissen van ik ga het wereldrecord, ik ga daarvoor. En ik denk dat we daar met z'n allen aan meegewerkt hebben. En dan loop je gewoon de hal uit. 100.000 kijkers, Jezus. Oh. Holy shit. Dat is echt vet. Wauw. Hebben veel mensen een bijzondere dinsdagavond gehad. Omdat we daar allemaal zo in geloofden, ben ik hier zo naartoe verpiet. En weer zo ontzettend trots op de vorm en eigenlijk weer het laten van alles en het toewerken naar dit moment was eigenlijk toch alweer zo uniek. Het voelt gewoon fantastisch. Dank jullie wel daarvoor. Nou. Hekken sluiten. Het was een fantastisch avontuur hier. Ja, we hebben mooie dingen gedaan. En ik heb een grote glimlach op mijn gezicht. Ik heb genoten. Het was vet hier. De baan was snel. Het was mooi. Tot de volgende keer. Like, subscribe, abonneer. Oh, like, subscribe, abonneer. En doe een dans. En doe een dans. Oké, poging 2.